Goed, goedenavond heren. Welkom op de laatste persconferentie van dit kalenderjaar. Wedstrijd tussen Roeselaar en Lommel United, geëindigd op 3-1. Stijn, ik geef u meteen het woord voor een analyse van de match. Dank u wel. Ik wil Sergej en Roeselaar is een ploeg feliciteren met de overwinning. Het is zuur voor ons, vind ik. Onnodig, vind ik vooral. Ik vond dat wij een matige eerste helft speelden. Ik ben meer gewoon van mijn ploeg qua enthousiasme, qua duelkracht, qua voetballend vermogen. Maar goed, ik weet niet als wij een beetje onder de indruk waren van het pressen van de Roeselaren. Maar goed, je weet ook dat een ploeg dat niet 90 minuten kan volhouden. Dus het is hier een vrij groot veld. Dus een aantal nieuwe spelers weer in de ploeg, een aantal blessures. Dus ik had er niet zo schrik van, ook omdat wij, vond ik, heel weinig kansen weggaven. En ze waren een aantal keren gevaarlijk, meer op corners of vrije trappen. Maar goed, dan komt er eigenlijk uit het niets komt er een strafschop. Maar goed, ik heb geen idee of dat wel of niet een strafschop is. Ja, dan ga je rusten met een achterstand. Ja, dan verwacht en vraag je toch een reactie. Ja goed, die komt er dan. De 1-1 valt. Ja goed, en dan ga ik eigenlijk, niet dat ik dat doe, maar dan ga ik eigenlijk rustig achterover zitten. Want op dat moment denk ik absoluut dat wij die wedstrijd over de streep gaan trekken. Zijn wij voor mij, in mijn opzicht, heer en meester. En wacht je gewoon op de 2-1. Ja goed, tot er weer van alles gebeurde. Hè. Rode kaarten, strafschoppen. Wel of niet, dus ik vond toch wel dat de scheidsrechter een bepalende rol vandaag speelde. Goed, ik wil absoluut niet de credits wegnemen voor Van Roeselare. Als je wint, dan win je altijd op een of andere manier terecht. Dus, maar wij vinden het wel zuur en we zijn ook niet echt happy met de scheids en wedstrijd. Zeg nogmaals, ik dacht op basis van die tweede helft dat wij deze wedstrijd over de streep gingen trekken. En dan hadden wij een hele grote kans, denk ik, op de periode. Ja. Is niet gebeurd. Ja goed, wij gaan gewoon verder de volgende wedstrijd. En hopelijk kunnen we de progressie van ons jong ploegje voortzetten. En dan moeten wij absoluut in de linkerkolom eindigen. Oké, bedankt. Sergej. Good evening. So I will not explain how important was game tonight for us. So you know we are in difficult situation and in the ranking we are not so good standing. And this game is for us was the last chance. In this year to bring some positive moments and I'm glad that we did it. So yeah, if you speak about the game, we start good. I think the pressing from us was very good. Mentality it was today is good and normally we play not so bad match, just some moments, yeah. So we say that Lommel had maybe more in ball position, even with 10 men, they bring some problems to our defensive line. But in total, if you say they was not really dangerous. So maybe they had more ball position, but if you count the chances, that there was not very dangerous. Of course, two penalties, yeah. So I think that was the key moments. The goal which we get, I think, was there is never has to be in, you know. But it's not first time that is those moments work against us, and we are deviation. The ball is coming 1-1, but. We are glad that we find the power and energy that to win this match. And one more time, it's very important for us. It's important for club. It's important for supporters. It's important for the players that now we go to winter stop with a positive feeling and with positive thinking of future. So we have already think about the next games. And sure, each game for us is important. And if we now can go on winter stop north, not on the 16th position, but on we are on 15 or 14 now, so that is good. Yeah. So that is a little conclusion. And so I just want to finish with wishes some Merry Christmas to all. Our supporters for all the people who is working for Roeselare and also our guests from Lommel. So and happy New Year. If you have some questions, so I'm ready for.
korte vertaling van de woorden van trainer Serebrennikov. Ik zal maar niet meer hoeven uitleggen, denk ik, hoe belangrijk deze wedstrijd voor ons was. Het was de allerlaatste kans voor nieuwjaar om nog even met positief nieuws te kunnen komen. En ik ben heel blij dat we daar ook in geslaagd zijn. We starten bijzonder goed aan de wedstrijd dit keer met een hoge pressing en een zeer goede mentaliteit die we 90 minuten konden volhouden. Lommel had weliswaar meer balbezit dan wij, maar kon daar weinig echte doelkansen uit creëren. De twee penalties waren natuurlijk twee sleutelmomenten in de wedstrijd, telkens goed omgezet door onze spelers. Tegen een goal was opnieuw vermijdbaar. Momenteel zitten we nog altijd een beetje in die hoek zo, waar we zo van die doelpunten te pakken krijgen. Maar uiteindelijk hebben we ons zeer goed kunnen rechttrekken na deze gelijkmaker. Dus we hebben opnieuw de kracht en de energie gevonden om volop voor de zege te kunnen gaan. Een zege die heel belangrijk was voor iedereen die met KSV te maken heeft. Dat we nu toch enigszins met een positief gevoel de winterstop in kunnen gaan. Ook na nieuwjaar zal elke wedstrijd bijzonder belangrijk worden. Want moeten we nog heel veel punten kunnen proberen of proberen te pakken tenminste. Ik wil eindigen met iedereen een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toe te wensen.